En dan nu? Hallo kijkers, er wordt heel wat afgebouwd in deze stad. En een van de grootste projecten deze eeuw is toch wel de nieuwe brug. Met de nieuwe boog. En bij die brug hoort ook een nieuwe weg. En langs die nieuwe weg loopt ook een nieuwe stoep met nieuwe tegels en nieuwe putdeksels en nieuwe stoepranden. En aan het eind van deze stoep zit uiteraard ook een nieuwe afrit voor de rolstoelrollende medemens of de kinderwagenduwer. Oh ja, we zitten hier op het industrieterrein Noordoost-Kanaalhaven, schuin tegenover de Milieustraat. Kijk, hier houdt de nieuwe stoep op en daarachter loopt de oude stoep door. Maar dan heb je natuurlijk aan de andere kant van de weg, zoals dat hoort, de oprit voor de rolstoelen en de rollators. En die draaien daar dan om en kunnen weer heel gemakkelijk terug de straat op. Dat is nou handig. Het loopt niet door, er ligt een mooi nieuw bandje langs en het zit er strak in. De stratenmakers wisten ook niet precies wat de bedoeling was toen de overbuurman ernaar vroeg. Maar het stond zo op de tekening, lieten zij weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Kent u ook een typisch geval van doodlopende stoep bij u in de buurt? Laat het ons weten. Wij komen graag even met de camera langs.